goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk. En dat geldt zeker voor het vissen op het kanaal. Aan aanvang van elke sessie weet ik exact waar ik mijn hengels moet plaatsen. Dit geeft mij niet alleen heel veel vertrouwen, maar ik weet ook dat ik de stek op de best mogelijke manier vis. Daarbij is het zo dat als ik mij ga verkassen naar een andere stek, ik daar ook met zo min mogelijk lawaai en zo min mogelijk verstoring de hengels op de juiste plek heen kan leggen. Maar hoe vind je nu die juiste plek? Hoe vind je nu een goede plek? Nou, aan aanvang van elke sessie peil ik grote stukken kanaal af. En dit zijn soms kilometers watergang waar ik in een dag langs loop met een lange telescopische hengel en een gevlochten lijn met erop kleine drijver en een lang werperstuk lood. Die kleine drijver zet ik op de gemiddelde waterdiepte. Dus op deze manier kan ik heel snel zien als er ergens zich een kuil of een bult bevindt. Middels dat langwerperstuk lood kan ik heel goed de bodem aftasten, wat natuurlijk perfect wordt weergegeven door de gevlochten lijn. Het is namelijk ontzettend belangrijk om te weten waar de harde stukken zitten, waar de zachte stukken zitten, maar ook waar de stenen of mosselen zich bevinden op de grond. Misschien nog wel belangrijker waar de kuilen zitten. Maar vooral die kuilen zijn niet meer zo ontstaan. Vaak zijn die kuilen ontstaan door die karpers. Maar hoe bevis je nu zo'n kuil? De meeste mensen leggen hun montage in de kuil. En dat is vaak vragen om problemen. Want door de stroming en de scheepvaart krijg je vaak wat sediment in de kuil. En er kunnen ook afgestorven bladeren zijn. Maar in ieder geval is het zo dat als een vis in die kuil komt te azen, hij heel gemakkelijk ook jouw presentatie in de war kan brengen. Dus wat ik doe, ik vis eigenlijk op het taluut waar de kuil begint. Op deze manier voorkom je dat de haak allerlei vuil oppikt, maar verstoor je de vis ook niet als hij aan het azen is. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes die ontzettend belangrijk zijn bij het vissen op het kanaal. Een andere kleine tip die ik jullie wel mee wil geven is: controleer als het voer ook daadwerkelijk wordt weggegeten. En dat kun je op verschillende manieren doen, maar een van de beste manieren vind ik door het voer te gooien in wat kuilen op de stek en deze vervolgens met een kleine scherpner controleren als ze ook leeggegeten worden. Er komt er dus op aan dat je exact weet wat je doet. Op deze manier kun je niet alleen heel snel vissen, maar weet je ook al vrij goed waar de karpers zich bevinden, in welk gedeelte zeg maar de karpers zich graag ophouden en waar je de meeste kans maakt om een vis te vangen. Het peilen is gebeurd, het voorwerk is gedaan. Ik ga nu mijn hengels klaarmaken en dan gaan we kijken als ik ook nog een vis kan vangen voor de camera. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel vertrouwen in, dus blijf kijken, ik kom zo weer bij jullie terug. Zojuist een hele mooie oude kanaalbier weten te vangen met duidelijke sporen van het zware kanaalleven zichtbaar op de vis. Maar niettemin een geweldige vangst, want hier doe ik het wel voor. Hele brede vis ook, hoge 30er. Nou, hier kun je toch tevreden mee naar huis gaan, dacht ik zo.